Zelfs microfoontjes, want die eh, maken altijd schurende geluiden. Ja. Ze vallen af, je kunt jezelf eigenlijk niet meer bewegen, het is helemaal niks. Maar wat wil je dan voor een ding in je hand? Ja, zoals dit. Hè? Wat vind je fijner? Ja, maar zwaar, Dit zit hier lood in verwerkt, maar in principe vind ik dit een stuk prettiger. Ja. Ik doe altijd eigenlijk alles met een handmicrofoon. Klopt, maar dan zegt de technicus die. Ja, zegt, de technicus die, die vindt het waardeloos. Die omdat die je natuurlijk laakt. af en toe laat je hem zakken. Of je. je doet even zoiets dergelijks. Dat, dat begrijp ik voorkomen. Vandaar dat je bij alle opnames dan zo'n afschuwelijk ding achter je oor krijgt. Ja. Met zo'n. Uh, met zo'n dingetje wat dan voor je mond hangt. Ja, dat geeft natuurlijk een constant geluidsvolume. Dat begrijp ik wel. Maar het is voor de sprekers rond vervelend. Dat is waar. En bovendien heb je natuurlijk met een handmicrofoon iets in je hand. Ja, want dan nou, zonder handmicrofoon, ja, daar zitten die, die twee armen, die, 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 die hangen daar maar een beetje overbodig te hangen. Wat moet je daarmee doen precies? Vroeger kon je dan roken, ja, waardoor je ook een soort, soort eh, laten we zeggen, verantwoorde motoriek kon vertonen. Maar ja, dat is ik rook al lang niet meer, dus daar heb ik ook niks aan. Dus, dus je kan je dat niet vasthouden. Wat? Je thee kun je vasthouden, die drink je altijd. Nou, dat doe ik ook wel eens. Als ik over het toneel wandel met een kopje. En je kunt geen koekje eten, dan kun je niet spreken. Nee, dan moet je eventjes moet je een vraag aan het publiek stellen. Kun je even <laughs> een koekje eten? Nee, dat doe ik echt niet. Ik ben nee. wel blij dat je Helmond overleefd hebt. Dat je teruggekomen bent uit Brabant. Ja, nou, het was een prima zaaltje in Helmond. Want het is een unieke zaal. Want die, die zaal zit in een kerk. En, en die kerk is eigenlijk intact. Die zouden. Zou wat ze erin hebben gezet als schouwburg, kunnen ze zo weer uithalen. Natuurlijk is het altijd ontwijd, zoals dat heet, maar het altijd staat er nog. Laud datum, een merkwaardig gebouwtje, eerlijk gezegd. En in die koepel, daar zie je dus de discipelen. Er staan nog wat heilige beelden links en rechts. En bovendien, natuurlijk een geweldige start voor een lezing met historische inhoud, natuurlijk, omdat je uit kunt leggen vraag ook altijd bij dit dus God, de tweede of de derde keer dat ik daar was van wie heeft hier nog wie is hier nog ter kerken gegaan en dat blijkt een vrij grote groep te zijn die ter kerk is gegaan daar en nu komt luisteren naar een werkelijk unieke heiden dat ben ik <laughs> dat is natuurlijk een vrij opmerkelijke zaak toch en daar kan je aan ophangen de grondige structurele veranderingen in een land als nederland nou ja wat is het over de laatste vijftig jaar de hele katholieke wereld, die van enorme omvang was. De katholieke kerk op zich, die natuurlijk na 1848 geheel gerenoveerd was. Allemaal nieuwe kerkgebouwen neergezet, maar het was natuurlijk een, een enorme organisatie. Want je had ook katholieke weeshuizen, katholieke vakbonden, katholieke sociale organisaties. Het was een. Het was een laten we zeggen een staat in de staat om het maar zo te zeggen en dat is natuurlijk katholieke bibliotheken en dat, dat hele enorme systeem is in feite in tien jaar in elkaar gestort tussen 65 en 75 ja er zijn natuurlijk her en der wel restanten zogenaamde RK ziekenhuizen hebben maar in feite is dat een dode wereld en dat is natuurlijk toch een hele opmerkelijke ontwikkeling en dat je kon je hele leven in de katholieke zaal ...leven. En ja, daarvan natuurlijk het, hoe heet het, het... ...Nederlandse protestantisme is ook niks over. We hebben alleen natuurlijk nog de orthodoxe christenen. Vind je dat erg? Nee, ik vind het niet erg. Al moet ik zeggen... ...ja, dat is een ingewikkelde discussie. Ik was natuurlijk hartstikke blij... ...zoals zoveel mensen zoals ik... ...die zonder godsdienst zijn opgegroeid... ...en godsdienst toch zagen als een... ...nogal warrig systeem van kletskoek... Uh, helemaal afgezien van, van misschien de boodschap van liefde en zo. Waar ze ook niet veel van terechtgebracht hebben. Maar goed, laten we dat even laten rusten. Nee, ik was dol blij dat de verzuiling in elkaar stortte. En ik had natuurlijk niet verwacht dat als de zuiling, verzuiling verdwenen was. dat een deel van het electoraat eigenlijk thuisloos zou worden. En, en onder omstandigheden bijvoorbeeld de populistische weg zou kiezen. Dus nu heb ik wel eens gezegd, het is een beetje een schijnheilig verhaal, mijnerzijds natuurlijk. Dat die verzuiling zo gek nog niet was, omdat de mensen, laten we zeggen, een, een, een soort omgeving hadden die ze bekend was. Het was een bekende wereld. Of nou meneer Pastoor een dwingende aanwezigheid was, ja of nee. Maar je kon, het rooms-katholicisme of het Nederlandse protestantisme, was een wereld waarin je leven kon. En die is natuurlijk verdwenen, mensen. Dus het, het, we zijn in dat opzicht wel enigszins verweest geraakt. Als je althans niet van jezelf uitgesproken opvattingen had over hoe een samenleving in elkaar moet ja. zitten. En die hadden de meeste mensen totaal niet. Waar zaten die 15% gekkies? Zaten die verspreid over alle Ja, dat en... denk ik eerlijk gezegd, ja. Want je kunt ook niet zeggen dat, dat, laten we zeggen, de populistische stemmers alleen maar de losers zijn aan de, aan de extreme onderkant van de samenleving. Dat is niet zo. Ze komen van allerlei kanten in feite. Maar ze maken, ze maken een verweesde indruk. Het is duidelijk dat ze op zoek zijn naar iets, naar een soort vastigheid... of naar, naar iets wat getuigt van hun, over, hun opvattingen. Nou, Die opvattingen zijn weinig coherent over de hele linie. En vroeger was dat helemaal niet aan de orde. Ik denk dat ook vroeger de, de politieke opvattingen van de meeste mensen weinig coherent waren. Maar dat deed er niks toe, want je zat in de katholieke zuil, dus je stemde KVP of voor de oorlog Rooms-Katholieke Staatspartij. Ja. Dat sprak vanzelf, want op de kansel of de pastoor... of weet ik hoe dat ging in die kerken... die zei ook uh, twee dagen voor de verkiezingen... denkt u er wel aan dat u gaat stemmen en dat u gaat stemmen op de KVP. Hmm. Bovendien waren natuurlijk de verzeilde organisaties in die zin merkwaardig... dat ze links en rechts tegelijkertijd waren. Ze vertegenwoordigden de elite... Die was natuurlijk ook de leiding van zo'n partij als de KVP. Maar tegelijkertijd had je een rooms-katholieke vakbeweging. Dus binnen die verzuilde organisaties. moest je ook nog een verzoening tot stand brengen. tussen zeg maar, de, de maatschappelijke top aan de ene kant. en een groot deel van de maatschappelijke onderkant aan de andere kant. Was uh, Nederland uniek met die zuilen? Nee. De verzuiling is, kwam in tal van Europese landen voor, vooral natuurlijk daar. Waar, waar meerdere geloven in een land bijeenwoonden. Je hebt natuurlijk landen die 100% katholiek waren. Weet ik veel, Spanje of zo. Portugal. Maar in Duitsland heb je natuurlijk. Het noorden van Duitsland was, was klassiek Lutheraans. Of in ieder geval protestants in diverse variëteiten. En het zuiden van Duitsland was katholiek. En het Rijnland was katholiek. Adenauer was bijvoorbeeld katholiek. Maar Adenauer was zelfs zo blij. dat de katholieken eigenlijk nu dominanter waren geworden in Duitsland, dat hij in feite die Noord-Duitse die Noord commissars kiest en Hij ja. vond het wel goed eigenlijk. Maar zie je die verzuiling niet ook bijvoorbeeld in Brazilië of in, in Zuid-Amerika? Dat weet ik niet. Ik weet te weinig van Zuid-Amerika. Dat zijn in het algemeen toch Rooms-Katholieke landen. En dan zijn ze nu populair hè, die katholieke, de katholieke kerk. Ja, maar ik, ik las dat dat toch ook, dat is nogal betrekkelijk eigenlijk, die populariteit. Eh, omdat het natuurlijk ook vaak toch de top van het de katholieke organisaties wordt gezien als medewerkend aan de, aan de elite maar hoe dat precies zit in Latijns-Amerika zou ik je niet durven te zeggen nee, welke rol maar ik ben dus tegenwoordig ik, ik, nou ja, in twijfel over, we hebben het kind met het badwater weggegooid, we hebben ons niet gerealiseerd bij, laten we zeggen de afbraak of de ineenstorting van het verzeilde systeem dat het vergaande politieke consequenties zou hebben dus aan de ene kant ben je er blij mee, maar ja, ook niet ik vind natuurlijk godsdienst een beetje een eigenaardig fenomeen, eerlijk ja. gezegd. Maar welk elementen zou je dan nog wel graag overeind hebben gehouden? Nou, het idee dat mensen ergens bij horen in de samenleving, dat ze tot een specifieke groep horen, zonder dat die groep, dat, dat je kunt ook zeggen, ja, dat, dat mensen nu specifiek bij het populisme horen, er zijn allerlei variëteiten van, maar dat, dat, daar zitten toch zulke sterke anti-elementen in. Ten aanzien van de overheid bijvoorbeeld, dat het weinig constructief is. Hebben dat in een... de zuiden niet zo? Je hebt er... Nou, in veel mindere mate. Ja. Dat natuurlijk de top van de verzuilde Nederland, dat was natuurlijk de, de essentie van dat politieke systeem. Dat die verzuilde top, dat die in feite eh, onder elkaar de boel regelde en, en op consensus stuurde en Nederland bestuurde. Daar komt bij natuurlijk dat de confessionele partijen, er waren er oorspronkelijk drie, CH, AR en KVP, waarvan de KVP vanzelfsprekend verreweg de grootste was, maar zeker de AR ook een dominante rol speelde, uh, die hadden een absolute meerderheid in het parlement. Vanaf het moment dat het algemeen kiesrecht in Nederland gold, uh, inclusief vrouwenkiesrecht vanaf 21, uh, hadden die een meerderheid, die hebben ze pas verloren in 67. Uh, dus dan zijn we al flink op weg met de, zeg toch lichtelijk revolutionaire jaren 60. En dan verliezen ze hun meerderheid. En dan is het daarna all the way down. Ze hebben natuurlijk nog een soort herstel gehad. Als gevolg van het gebeuren, Maar het is nu, ja, nou, denk aan het CDA. Dit, 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 dit wrakke bouw, gebouwtje. Dit, dit, dit ongelukkige, ongeverfde strandhuisje wat er nog van over is. Ja, dat is natuurlijk een, een, een tragisch restant. Het is alsof je een kasteel gaat bezoeken en alleen nog maar wat van die... Verbrokkelde muren in. op het grasveld aantreffen. Dus zeg je wel met enig genoegen, of niet? Nou, aan de ene kant wel met genoegen, maar aan de andere kant met de, met de reeds geschetste ambivalentie. dat we er weinig goeds voor in de plaats hebben gekregen. dat is eigenlijk het hoofdprobleem. En dat natuurlijk ook de grote partijen in Nederland. het CDA, daar is überhaupt nauwelijks iets van over. PVDA, dat is zoals je weet, is een dwergpartijtje geworden. Die hebben zichzelf gereduceerd door de verkeerde geneesmiddelen te nemen.